RTV NOF gaat de komende tijd bij verschillende dwarpendel om te zien wat er al te doen is. Dat doen wij in ons nieuwe programma No In. En we binnen No In, Muntje Siel. Ik zie je bij de voorzitter van het dwarfbeleid. Hoe komt Muntje Siel eigenlijk aan zijn naam? Nou, wat ik weet is, komt hij aan een naam door de Keersluis. Die is gebouwd in vroegere jaren door de monniken. En vandaar Munnekenzeil. Deze sluis is niet meer in gebruik. Deze is, sinds het Lauwersmeer dicht is, is deze functie komen te vervallen. Dit is ook de grens naar Friesland toe. De midden van de sluis is de grens Groningen-Friesland. Als jullie hier over de brug komen, dan hebben jullie eerst aan de rechterkant een camping. Daar kunnen jullie wel in kijken. Die is sinds dit jaar open. Verder hebben we een molen, een zeilmakerij. Ja, er zijn verschillende bedrijven. Nou, en ja, ik zou zeggen, loop maar eens rond en ontdek Munnekenzeil maar. Een karakteristiek punt van Muntje Siel is de moene. En wat ik nog wel bijzonder is dat hij echt werkt. Hij kan echt mjellen. Maar waar is echt alles vertellen kan over deze moene, dat is Jan Ellens. Ja, agoeie. Ja, goeiemorgen. Zullen we even binnen zijn kennen? Ja, natuurlijk. Nou, leuk. Dan rennen we even naar boven. Zie je een kanaaltje waar je nu ziet, hè, dat loopt daar hè, voor de boomlijns. Ja. Dat is ook tegelijk de grens. Dit is nog Friesland. Juist. Ja, dit is Friesland, die kant is Groningen. Wat is er zo bijzonder aan deze molen? Nou, echt bijzonder, dat denk ik niet. Maar wat wel bijzonder is aan deze molen, daaronder staat een maalstoel en daar staat een dikke dieselmotor voor. En die kom je natuurlijk niet overal tegen. Nee, dat is het bijzondere, ja. Ja, en de naam Rust Roest, waar komt dat bij? Vroeger heb ik wel gelezen, dan heette het gewoon de Munnekenzeilse molen. Maar op de duur werd natuurlijk alles geregistreerd. En toen moest hij een beetje een officiële naam hebben. En toen is het Rust Roest geworden. En staat het nog ergens voor? Je moet rijden. Dat is natuurlijk alleen maar goed voor een molen. He? Rust Roest, ja. Stilstaan is achteruit gaan. Ik kan meestal hier ook de molen bezoeken? Ja, als ik bij huis ben en meestal zie ik ze wel. Hè, maar dan doe ik even een rondleiding. Hè, en als de molen draait, hè, dan zijn ze natuurlijk ook welkom. Ja, nee, dan natuurlijk. Er komt, hè, afgelopen zomer hebben we wel redelijk veel aanloop. Hè, ook door de camping. En ja, dan doen we even een rondleiding door de molen en even de stellingen rond. Ja, dat vinden de meeste mensen vinden prachtig. Hoe is het je nou om in Muntje Siel te wijnen? Ja, mooi. Ja? Ja. En wat is er zo mooi aan? De omgeving. Ja, rustig dorp, aardige mensen. Ja. Maakt het dat eigenlijk echt een Muntje Siel nou Muntje Siel? Dat denk ik wel. Ja. Ja. Munnekenzeil is Munnekenzeil. Ik bedoel, dat is vrij makkelijk. Ik bedoel, elk dorp heeft zijn eigen ding. Maar om nou te zeggen, is dit iets speciaals? Ja, het is een heel mooi dorp. En meer kan ik er ook niet veel van vertellen. Hij is hier geboren en getogen. Ik ben hier wel geboren, ja. Dat is het. Viel je nog meer verbonden met Grijns of met Friesland? Met Friesland. Wij wonen ook in Friesland, hè? En dat blijft zo. Dit is Friesland. Maar hij praat niet Fries, hoor. Nee, je praat je net Fries. Wel een iets beetje. Hoe noem je hem taal dan? Een beetje half ringwater, een beetje. Ja. Ben bij je in Friesland, zeggen ze, je bent Groningers. En ben je in Groningen, dan zeggen ze, je bent Friesen. Ja, dus zo moet je dat een beetje voorstellen. Ja, het zit er wat tussenin. Maar wij hebben er zelf geen erg in. Ik zit een fiets achter de wand. Het is een route hier in Kalmerland. Dan krijg je via zo'n app, krijg je wat informatie. Ik denk dat dit een soort monumentje is, of zo, van hier een store spookverhaal van vroeger. Wat ben jij hier aan het doen? Ja, goeiedag.
even een beetje de boeren en een beetje bieskelderen. Een beetje bieskelderen, weer nodig? Ja, nee. Nee. Een beetje tijdverdrijf. Beetje, ja. Je geregeld even met de vader? Ja, of, dan krijg ik weer een week of vier wegwest. Drenthe, Overijssel, Friesland. Nou ja, dan moet het ook onderhouden worden natuurlijk. Ja, maar daar moeten we een beetje bij stippen. Ja. Ja. Nou, succes ermee. Ja, dankjewel. Ik heb gehoord dat deze camping de nijste onweest is van Munchenseel. Maar ja, wat is het precies voor camping? We zullen even zien. Goeiedag. Heb je hier een camping? Ja, dat klopt, ja. Hoe dat hier is al staan dan? Ja, poeh. Wij hebben in 2014 hebben we dit overgenomen van mijn ouders en mijn vader, zijn broers. En toen werd het idee ontstaan van we willen hier wel graag een camping. Hè. Een unieke locatie natuurlijk met water omringd. Hoe groot is deze camping? Ik ben een kleinschalige camping, dus dat houdt in dat je bij het maximum aantal van kleinschalig kamperen is 25. Dus wij hebben 25 plekjes hier ook, we hebben 25 stroompunten. En hij wat een goed seizoen draait? Ja, op zich wel. Een beetje valse start natuurlijk. Ja, pas in 15 juni moeten we pas open gaan. In verband met corona natuurlijk. Maar ja, mag niet klaar. Mensen die echt een beetje back to basic willen, een beetje voor de natuur komen, voor het fietsen, voor het wandelen. Het Lauwers Meer op Steenworp afstaan. We doen ook nog wat met waterfietsen, verhuur en we hebben het er allemaal wel bij. Voor de gasten is dat gratis. Nou, dat vinden mensen hartstikke mooi. Ze kunnen om het eilandje heen, eventueel naar Zoutkamp of richting Pietersiel. Dat is wel een heel ene trap, moet ik zeggen. Maar, we hebben ze nu in allemaal aanloop van campertjes. Maar vanaf aankomend weekend dan hebben we weer een stuk of 10 reservering, zeg maar. Dus dan loopt het wel weer aan. Het hangt ook wat van het weer af. En de laatste tijd was weer iedere keer de laatste weken. Nou, een beetje kwakkelig, zeg maar. Dus ja, dan blijven mensen toch wel wat gauwer thuis. Dus je hopen nog even op mooi en nice zijn. Ja, we maken tot 1 oktober open. Weet je. Dus in principe is er. Hopen wij dat er nog wat aanloop komt. Er werd direct van alles organiseren in Munchenseel. Nou, wij sturen een verslagje achter op paard. Dus laten we daar ook even naar zien. Bingo kaartjes. Oh. Zin in? Ja, we wachten dat je nooit zou komen. Nou, mooi. Ben er mee? Ja. Goed. Je deed mee? Ja. Heb je ook betaald? Wij zijn bij de Dorps Bingo, de voortuin bingo. Vanwege de corona mag er geen gewone bingo plaatsvinden. Dus zitten we allemaal of in een schuur, in een loods, in een voortuin. Met dit weer wordt het wat lastig, maar wordt ook creatief opgelost. En ik ga de balletjes rondroepen. 74! 47! 74! En 74! De sfeer is heel gezellig, alleen het weer laat het eraf weten, maar wij vermaken ons hier wel met z'n vijven. 26! 13! Het is heel gezellig, het is droog op dit moment. Door het zeil inderdaad. Door het zeil en we zitten hier gezellig samen, toch buiten, omdat we een tuinbingo hebben. Het is hartstikke leuk om op deze manier toch in deze coronatijden gewoon even een bingo te kunnen organiseren. En ik hoop dat onze dorpsgenoten daar ook gewoon blij mee zijn. Het geeft ons toch weer wat saamhorigheidsgevoel in deze tijd. We hebben al bijna bingo, ja. Alleen de regen is een beetje minder. Maar het is wel heel gezellig. Ja, het is heel gezellig, ja. En een beetje koud. We gaan verder met de livestream hier binnen en het is natuurlijk al een beetje laat en dan kunnen we een beetje meer tempo maken, want het fietsen dat kost toch een beetje tijd en dit leek ons een beetje de goede oplossing. Dus iedereen heeft het gezellig, leuk, zit met zijn kleedje in de garage, dus het is hartstikke leuk. Munchenseel leidt dus onder het water en waar hij misschien echt wel gebruik van maken heeft, is Lodewijk Meter. De 12-voudige scootjesielkampioen is hier namelijk binnen. Wat ze hier ook hebben in Munchenseel is sielmakerij Brouwers. En waar werd hen ook wel eens een sielmaker van een scootje? Nou, ik heb hier even om je heen, jongen, maar ik zie je geen scootjesiel. Hoe zit dat, Frank?
Ja, wij maken in principe alles van zeil, behalve windzeilen. Oké, maar wat maakt je hem dan je wol? Alles van PVC-doek, bootdoek en raamfolies. Ja, dat is op jaarbasis ongeveer 20.000 vierkante meter. Maar daar heb ik boven wat voorbeelden van. Dus dan kunnen we even bekijken wat wij allemaal doen hier zo. Helemaal goed, dus hier wij boven. Is goed. Ons bedrijf is opgedeeld in drie sectoren. Dan heb je het agrarische gedeelte, de recreatie en transport. Agrarisch is voornamelijk voor de akkerbouwers. Ja, daar zijn we momenteel in deze periode druk mee. Dat zijn de keeperkleden, de valbrekers, zuigkleden, kistenkleden, dat soort dingen. Een gedeelte recreatie, dat zijn de bootjes. Dat is veel van het voorjaar, wanneer dat plaatsvindt. De terrasoverkappingen. Ja, alles voor in de tuin en op het water, zeg maar. Ja, en dan nog een gedeelte, dat is een sector, dat is transport. Dat zijn de schuifzeilen voor vrachtauto's, aanhangerhuiven. En waarom daar vanuit Manchester? Ja, daar ben ik 4 jaar terug ben ik daar helemaal begonnen. En ik heb eerst een loods hier buiten het dorp heb ik gehuurd. En nou, op een gegeven moment zit je hier zo. En de bereikbaarheid hier in Munnekezijl is op zich ook wel mooi. Van zowel de Friese kant als van de Groningse kant. En iets wat goed is, dat moet er goed blijven. Dus vandaar dat we hier blijven zitten, zeg maar. En de producten, waar komen die al in? Het agrarische gedeelte dat gaat door heel Nederland heen, omdat het veel via internet besteld wordt en dat kan allemaal verstuurd worden. Het maatwerk van het recreatie en transport is voor de drie noordelijke provincies. Friesland, Groningen en Drenthe voornamelijk, een stukje Noordoostpolder nog. Dat is ons werkgebied. En hoe specialistisch is dit werk? Ja, wij hebben niet iets wat op een stelling legt. We maken alles voor de klant naar wens. En het is allemaal maatwerk, dus daarom is het van goed belang om goed met de klant door te spreken wat hij precies wil hebben. En naar de wensen van de klant maken wij een eindproduct, zeg maar. Dus ja, er is nooit iets hetzelfde, of weinig hetzelfde. We zijn op een prutte mooie plakje geweest hier in Manchester. Nou, lijkt het jou nou echt leuk dat we ergens bij hem in het dorp komen? Laat het ons dan weten. De volgende keer zijn we te gast in Marm.